staan hier bij Robbie Kobaert. Robbie, kans hebben voor vandaag het Belgisch kampioenschap of heb ik het verkeerd voor? Ja, ik denk dat we met wel heel wat kans hebben zijn in onze categorie. Ik denk dat we zijn op 20 kunnen zeggen die kans maakt om, om kampioen te worden. Ik denk dat we ook in ons ploeg wel een respect hebben waarop we in de finale hopelijk kunnen hokken. Ik heb donderdag een goede prestatie neergezet met Prof. Cousineren die mij wel moraal gaf vandaag. Wat vind je van het parcours hier in Berten? Wel, ik heb het zelf niet verkend, maar een van de ploegmaten heeft het verkend. Ik heb toch gehoord dat het een lastige omloop zal zijn naar het einde toe. In het begin zullen we denken van ja, ça va, maar het loopt constant op en af en naar het einde van de koers toe gaat dat wel doorliggen. De tactiek van jouw ploeg? Well, ik denk dat we eens moeten zien om eigenlijk in blok zo goed mogelijk in de finale te komen. En als we hopen dat we meer dan één pion hebben in de finale waarmee dat we dan kunnen spelen. Jullie hebben waarschijnlijk wel niet de grootste ploeg, denk ik, met 6 mannen? Nee, inderdaad. Er zijn grotere ploegen, maar ik denk dat we zijn... De kwaliteit is er. Ja, de kwaliteit is in de groep en we zitten allemaal op één lijn en dat is ook belangrijk. Waar hoop je op? Groepje weg alleen? Of alleen binnenkomen? Ja, alleen binnenkomen. Dat gebeurt meestal niet bij mij, maar ik ben nog vrij snel aan de meet, dus voor mij maakt het ook wel spits in mijn groep. Oké, we kijken uit naar jouw prestatie. Succes. Oké, dank u.